FC Antwerpen moest op de vorige speeldag nog een punt laten in Gelco Hasselt, maar toch mag er gesteld worden dat het de ploeg in vorm is. Met een uitstekende Omar Zougaghi die op scherp staat, ontving FC Antwerpen Morlan W. Een ploeg die de ene speeldag alles kan en de andere dag niets. In deze wedstrijd werd het alvast niets, want op FC Antwerpen stond geen maat. Onder leiding van Karim Bagar speelde Antwerpen niet meteen hun beste voetbal, maar wonnen toch makkelijk met 9-0 cijfers, mede dankzij een uitstekende Omar Zougaghi. Reacties en wedstrijdbeelden hebben wij voor u alvast gebundeld. Ja, weinig hoogstredend om een goede wedstrijd te hebben. Moet je natuurlijk met twee tegenstanders of twee ploegen op plein staan. En we hebben gewoon twee keer 20 minuten één ploeg gezien in de Antwerpen. Het mooie van deze wedstrijd dat is dat men gedurende twee keer 20 minuten ervoor is blijven gaan. Heel geconcentreerd gespeeld, ook heel weinig weggegeven, juist omwille van het feit dat men zeer snel op die bal speelde. En tegen dergelijke tegenstanders is dat absoluut een pluspunt vergeleken met vorig jaar. We merkten ook dat Morlan W eigenlijk niet kwam om te winnen. Ze zaten meer met hun achterhoofd de wedstrijd van volgende week, die voor hun veel belangrijk is, tegen Mouscron namelijk. En vandaag was het vooral de schade beperken, maar ondanks dat hebben we vandaag gewoon de 3 punten behaald, 9 doelpunten gemaakt en 0 tegen, dat is op zich goed. Als spits 5 keer scoort, mocht je zeker tevreden zijn, maar ik denk dat ik er nog een paar moest maken. Altijd lastig, zeker in het begin. Zakken heel laag. En het is altijd moeilijk voetballen. Ik denk dat die over heel de wedstrijd misschien één kans hebben gehad, wat rampzalig is. Zeker voor de eerste nationale. We moeten altijd werken aan het einde van het seizoen. En je kunt dat niet genoeg zeggen. In de play-offs moeten wij daar staan. Ik denk dat nu al het duidelijk is wie dat de 4-5 beste ploegen van deze competitie zijn. En dat is het spijtige van de competitie, dat is inderdaad die play-offs. Dat je gedurende maanden naar die play-offs gaat werken en dat je feitelijk al heel snel weet wie dat zal worden.